Met een compleet fitte selectie bereidde PSV zich bij de laatste training voor op de wedstrijd tegen de Rangers. Een club met een groot verleden, maar de laatste tijd in versukkeling. Nee, maar misschien zijn ze voetballend niet een topteam, maar het is zeker wel een team. Wat er gewoon heel sterk is in verdedigen en een paar gevaarlijke mensen voorin hebben, waardoor ze hele goede kanten kunnen zetten. Dus het gaat, ik denk, het wordt geen makkelijke wedstrijd. Ja, ze zitten bij in de achtste finale. Daar kom je niet voor niks in. Ik bedoel, dat is namelijk voetbal. En het is een hele moeilijke ploeg om tegen te spelen. Dat heb ik wel ervaren als ik goede analyse op loslaat. The strength is the character. They have a very strong defense. They play with 5 players in defense at the moment and very difficult to break down. They will have many men in defense. Perhaps play one man up front on his own and try to play on the counter-attack. Volgende week is de return in Glasgow en daar zou het wel eens kunnen gaan spoken. En daarom is het van groot belang dat PSV een eigen stadion alvast een goed resultaat neerzet. Nou, ik denk dat het morgen wel heel belangrijk is. Ik weet niet of dat beslissing gaat vallen, maar ik weet wel dat we een goede stap moeten gaan zetten. Je weet gewoon dat daaruit, dat de ambiance daar gewoon heel indrukwekkend kan zijn. En dat het zeker voor de Rangers een steun in de rug is. Dus dat het moeilijk kunnen krijgen daar. Dus ik denk dat we morgen zeker moeten zorgen dat we een goed resultaat neerzetten ervoor.